ik ben vanavond bij Intratuin Barneveld en wij hebben hier vanavond een kerstinspiratieavond. En waar ik nu sta worden straks allemaal creatieve workshops gegeven. En omdat wij jou daar ook wat van mee willen geven, hebben we deze DIY video gemaakt. En ik ga jou nu laten zien hoe je dit mandje maakt. Eerst ga ik mos in het mandje doen. En de tijm, die krul je een beetje op. En die leg je er dan tussen. Zo, en het touw, dat wikkel je om de rand van het mandje. Ik begin met een knoopje. Nu kan ik het eromheen gaan wikkelen. Zo, kijk, nu heb ik het mandje zo. Ga ik nu de lampjes erin doen. Die lampjes hebben dus al een draadje. Het doosje kun je verstoppen in het mos. Ik stop hem een beetje hier. Zo. Doe ik zo nog wat extra mos overheen. Zo. Die plantjes wil je natuurlijk niet los zonder potje met kluitenaal in het mandje zetten. Dus ik heb net een Japanse techniek geleerd. En dan ga je met mos om de kluit. En dat zet je vast met ijzerdraad. Nou, dat heb ik hier al klaar liggen. En dan wikkel je het ijzerdraad eromheen. Zodat het goed vast blijft zitten. Nou, dat ziet er nog niet helemaal uit zoals ik het wil. Dus er gaat nog een stuk touw omheen. En die wikkel je helemaal strak omheen. En dan komt het er zo uit te zien. En dan kan je het iets mooier erin zetten. Zo, en nu heb ik die leuke stukjes hout. Dan heb je deze, die vind ik wel heel cool. Daar pak ik er een paar van af. En die leg ik zo in die houten dingetjes, zo. Tadaa. Nou, nu heb ik er twee.